Annelies, kun je mij iets vertellen over de Kinderboekenweek en wat het thema is, wat de bedoeling is? Het motto van de Kinderboekenweek van dit jaar is En toen. Dat is omdat het thema dit jaar geschiedenis is. Dus allerlei boeken over historie staan dit jaar extra in de belangstelling. En het leuke is dat je bijvoorbeeld in Erp aan een historische speurtocht kunt meedoen. Je kunt een boekje ophalen in de bibliotheek, een reis door de tijd met de Biep. En dan ga je een wandeling maken door Erp langs 8 historische punten. Dan moet je opdrachtjes doen, bijvoorbeeld de kerk heel goed bekijken en er daarna een tekening van maken. En je ziet op die punten ook steeds filmpjes. Je kunt met een QR-code een filmpje ophalen op je telefoon. En dan zie je een filmpje waarin wordt voorgelezen uit een historisch kinderboek. Dit is het boekje waar Annelies zojuist over sprak. En misschien kan ze er nog een klein beetje uitleg bij geven. Ja, inderdaad, een reis door de tijd met de bibliotheek heet onze speurtocht. Het boekje kunnen kinderen ophalen hier in de Biep, bij Fatime bijvoorbeeld. Er zijn ook scholen die zich aan hebben gemeld en die de boekjes op school hebben. Je kunt, als je dat boekje hebt, kun je een rondje wandelen door Erp. Langs allerlei bekende punten. De kerk bijvoorbeeld. Maar ook een kunstwerk, de bushalte, de supermarkt. En bij elk punt waar je wat je tegenkomt in dit boekje, krijg je een opdracht. Bijvoorbeeld om iets na te tekenen of om iets op te schrijven over dat wat je ziet. En je scant een QR-code, dus neem een telefoon mee. En dan zie je een filmpje waarin wordt voorgelezen uit een boek over de geschiedenis. Annelies, geven jullie ook een beetje advies aan de kinderen? Zeker normaal misschien al, maar nu zeker omdat ze misschien zelf niet erg op de hoogte zijn van boeken die een beetje met de historie te maken hebben. Dat doen we zeker. We geven altijd advies aan kinderen en ook aan ouders en aan leerkrachten, eigenlijk aan al onze klanten, als ze hulp nodig hebben bij het zoeken naar leuke boeken. Want wij zijn als bibliothecarissen op de hoogte van het aanbod van kinderboeken. Wij weten welke boeken leuk zijn, welke boeken nieuw zijn. En als jij zegt, oh, weet je nog een heel mooi boek over geschiedenis, nou, dan kan ik je daar een advies over geven. Fatime, we staan hier voor een mooi groot tekenrolvel. En dat is de bedoeling dat de kinderen daar hier iets mee gaan doen. Inderdaad, de kinderen die kunnen de toekomstige bibliotheek hier tekenen. Dus 2 kinderen die hebben al getekend. Dit is dan een vrachtwagen met een bibliotheek erachteraan. En dat is een kas vol met boeken. Dus de kinderen die kunnen de toekomstige bibliotheek tekenen. Zo, welkom dametjes in de bibliotheek voor de Kinderboekenweek. Wat leuk dat jullie hier zijn. We hebben hier Fleur, Babette, dat was jij, Lola en Jade. En zij gaan dadelijk iets vertellen over het leukste boek wat ze kennen en waarom lezen zo leuk is. Maar eerst mogen zij een tekening maken op het vel van de Biep voor de toekomst. Ga je gang. Jij hebt hem al klaar. Vertel maar eens wat je getekend hebt. Een hartje met boeken erin. Een heel hart met boeken. Dat is natuurlijk wel heel leuk, hè? En jij hebt getekend? Ik heb een boekenrek en ook allemaal figuren waar boeken in staan over het thema, zeg maar. Oké, leuk hoor. En ik heb een boekenrek gemaakt. Vol met boeken? Ja. Ik ben een boom aan het tekenen met allemaal boeken erin met blaren en staan op planken. Annelies, het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen gaan lezen. En de bibliotheek kan daar een hele grote bijdrage aan leveren. Als je als kindje al voorgelezen wordt, als babytje misschien. En dan ga je lezen leuk vinden, word je er steeds beter in. Dan ga je het nog leuker vinden. Het is eigenlijk net als met sporten. Je moet trainen om op zaterdag de wedstrijd te kunnen spelen. Lezen is belangrijk voor mensen, voor later, als je volwassen bent, als je een brief van de gemeente krijgt of je moet de krant lezen of een sollicitatiebrief schrijven. Dan is het belangrijk dat je goed kunt lezen en kunt schrijven, maar als je het leuk vindt, dan gaat dat allemaal een stuk makkelijker. En daar is de bibliotheek eigenlijk voor, om te laten zien hoe leuk lezen is. En dan heb je later in het leven heel veel plezier van, want dat klinkt nou wel een beetje belerend. De bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar. De Biep hier in Erp is op 4 dagen in de week open. Maandag, woensdag en vrijdag van 2 tot 5. En ook nog op zaterdagochtend van 10 tot 12. Verder hebben wij een grote collectie. Kan je lenen uit het hele werkgebied van Ravenstein tot Boskant, waar je het vandaan wilt halen. En wij zijn er om te laten zien hoe leuk het lezen is.
We hebben een grote collectie. We zitten in 5 verschillende gemeenten met onze bibliotheek. Dus we hebben het bijna altijd in huis. En daarnaast is er natuurlijk een heel grote online collectie. De online bibliotheek met zijn e-books en zijn luisterboeken. Ja, die is ook enorm. En daar is een boek nooit uitgeleend als e-book. Dus als mensen de app online bibliotheek op hun telefoon zetten, dan kunnen ze uit een nog veel breder aanbod kiezen. Een boek pakken wat jullie heel erg leuk vinden, wat je misschien al gelezen hebt. En dan gaan we dadelijk hier zitten en dan praten we nog eventjes verder. Goed? Nou, heel leuk, hè? Even kijken. En jullie hebben allemaal een boek. Vertel er eens iets over. Waarom heb je deze gekozen? Wat vond je er leuk aan? Ik hou van sport, dus ik heb een boek gekozen over hockey. Want ik vind het ook een heel leuke sport. Ik heb voor dit boek gekozen omdat ik Donald Duck en Krattin Duck heel erg leuk vind. En Donald Duck is ook best wel heel erg, die struikelt meestal en dat vind ik ook grappig om te lezen dan. Ik heb deze gekozen omdat ik deze grappig vind. Lizzie traint dolfijnen. Hou je van dieren? Ja. Deze is leuk! Dankjewel, dames!